En de familieschilder is weer op pad. Met de vaste chauffeur. En we zijn vandaag onderweg naar Deventer. We gaan daar een speurtocht doen. Nikki, de vriendinnetje en haar gezin is mee. Die hebben dit eigenlijk bedacht. Oh, dan zeg ik weer eigenlijk. Oh, ik zeg weer. Nikki heeft mij erop geattendeerd dat ik continu het woord eigenlijk zeg. Dus ja. Ik ga er nu op letten. Dus ja. Ik mag het eigenlijk niet meer zeggen. Ga door. Dus ik ga daar heel erg goed op letten. Want ik zeg namelijk dat ik dat niet zo vaak zeg. Maar ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Jackie wordt er ook een beetje moe van. Dit is wel de beste intro ooit. We gaan dus naar Deventer en we gaan de speurtocht doen. Toch? Heel goed. We hebben het getroffen met het weer. Het is wel koud, maar het is gelukkig droog. En we gaan met de pont over. Het is ons flauw vermoeden dat we heel dicht in de buurt zijn. Nou, we hebben het gebouw gevonden. Wat was de eerste vraag, jongens? Welke dieren zijn te zien op de gevel? Een draak, een aap en dat was het. Goed gezien, June. Ik heb geld. Ik ga naar de hele leuke ronde puzzeltocht gedaan. Alleen we waren de tijd ermee vergeten, dus we moeten nu heel snel gaan naar de skibaan gaan. Want we zijn volgens mij nu al bijna een uur te laat. Maar ja, we zijn nog lang niet uitgekeken in de uitstand van deze tocht. Hey, het beweegt helemaal. We zijn dus bij de eerste skiles van onze kinderen aangekomen. En ze beginnen met Tikkertje om ze een beetje wat meer eigen te laten worden met de skischoenen. Best wel slim. Het is een hele stille terugrit, want de kinderen zijn in slaap gevallen. En dat snap ik ook wel, want ze zijn de hele dag buiten geweest. En daarna nog eventjes gaan skiën in de kou. Wij hebben een hele fijne en bijzondere dag gehad. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vinden. Tot de volgende. Doei!